Elke stap die ik zette, had ik pijn. Toen ben ik naar de huisarts gegaan en zo ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen, bij de orthopeed. Annie van Nistelrooy, die heeft 3 jaar artrose en van alles geprobeerd tot en met een arts in het ziekenhuis bezocht. Ja, die kon eigenlijk alleen maar zeggen, ik kan je medicijnen geven tegen de pijn en uiteindelijk zou een nieuwe knie een oplossing kunnen zijn. Maar, Lieke van der Wiel, fysiotherapeut, waarom hebben we dit niet in elke fysiotherapiepraktijk? Goeie vraag. De reden waarom is dat het in Nederland is het nog geen erkende behandelinterventie. Het is een innovatieve nieuwe behandeltechniek. Daar moet je als praktijk in investeren. En wij zijn die dat gedaan hebben in Nederland. In heel Europa is het wel bekend. Ook in Engeland is het een heel veel voorkomende behandeltechniek. En wij merkten dat patiënten daar naartoe gingen. En we vonden het eigenlijk tijd worden om in Nederland deze behandelinterventie ook te gaan ontplooien. Dan denk ik dat de verzekering nog niet meedoet. Dat klopt, inderdaad. We zijn nu bezig om met diverse artsen en specialisten hier in de regio, denkend aan Maxima Medisch Centrum en het Sint Anna Ziekenhuis, zijn we aan het kijken om wat meer draagvlak te krijgen, om daarmee naar de zorgverzekeringen te gaan, om daarmee operaties te kunnen besparen. Sinds ik hier kom, ben ik gewoon pijnvrij. Ik kan weer fietsen, ik kan weer wandelen. En ik doe mijn huishouden en ja, het gaat gewoon weer verder. Het is gewoon een uitkomst. Ik snap er zelf ook niks van.